Vandaag in het hart van Brabant nieuws, Tilburgse VVV zonder onderkomen vanwege coronacrisis. Elisabeth Tweestedenziekenhuis opent nieuwe polykliniek voor borstzorg. Het VVV-loket in Tilburg is tijdelijk uit het Natuurmuseum Brabant vertrokken. Als gevolg van de huidige coronamaatregelen mag het museum slechts een maximum aantal bezoekers ontvangen en ook nog eens op reservering. De VVV ontvangt vooral spontane bezoekers, waardoor de huidige richtlijnen in het Natuurmuseum niet nageleefd kunnen worden. We houden nog steeds onze digitale dienstverlening. We zitten veel meer in op onze website, op onze social media kanalen. En we proberen bezoekers en bewoners toch te helpen door middel van telefonische dienstverlening en via de mail te kunnen verlenen. Op het moment dat het digitaal is, moet je eerst vragen waar ze precies naar op zoek zijn, hoe je ze het beste kunt helpen. Of ze eventueel geïnteresseerd zijn om bijvoorbeeld een plattegrondje thuis te ontvangen. Dus alles moet via de post gestuurd worden of per mail. De dienstverlening gaat zeg maar iets langzamer. Van de ene kant gaat het ook weer sneller, want digitaal kun je heel snel schakelen. Alleen als je een bezoeker direct in de winkel hebt, kun je ze meteen op pad sturen. Net als andere bedrijven en organisaties heeft ook de VVV door de coronacrisis te maken gehad met een teruglopend aantal klanten. De eerste maanden van de crisis zagen we dat de bezoekers afnamen, digitaal. Mensen wilden toch nog niet op pad gaan. Zeker in de maand maart, begin april, was dat iedereen zich toch wel heel streng aan de maatregelen gelukkig hield. Nu zien we dat mensen weer erop uitgaan, zeker in de buitengebieden. Dus de fiets- en wandelkaarten, daar zien we echt wel een stijging in de aanvraag. En we merken dat mensen gewoon nu ook weer cadeautjes voor elkaar willen kopen. Dus we krijgen steeds meer de vraag naar typisch Tilburg producten. Voorlopig is er nog geen zicht op een nieuwe fysieke locatie. Maar liggen er ideeën op tafel om eventueel een mobiel loket aan te bieden? Uitsluitend voor de museumbezoekers is er nog wel een VVV-hoekje ingericht in de museumwinkel. We zijn wel aan het kijken welke mogelijkheden er zijn voor de VVV, zowel een fysieke VVV als een mobiele VVV. Zodat we toch in de zomermaanden bezoekers en bewoners kunnen voorzien van toeristische informatie. Wij gaan al regelmatig naar evenementen waar we bijvoorbeeld een pop-up stand hebben en waar we men informatie kan geven. En wellicht kunnen we dat deze zomer ook doen door de stad. Sinds vorige week is er een nieuwe polykliniek te vinden in het Elisabeth Tweestedenziekenhuis. De afdeling is geheel bedoeld voor borstzorg en heeft de naam Mama Care gekregen. Mama betekent borst en care, ja, dat is zorg. Dus het betekent dus eigenlijk borstzorg. En iedereen die iets heeft met zijn borst, een knobbeltje voelt, pijnklachten heeft, die kan terecht op deze polykliniek. Wij zijn begonnen op de polykliniek van de chirurgie. En daarna zijn onze patiënten met ons door het hele huis gereisd op zoek naar deze plek waar wij nu uiteindelijk terecht zijn gekomen. En op deze plek krijgen ze eindelijk de rust en de uitstraling die het verdient. De afdeling Mama Care heeft plek voor veel patiënten. Er wordt hard gewerkt om iedereen zo goed mogelijk te kunnen behandelen. We hebben hier 9 spreekonderzoekskamers. Dus we kunnen hier een hele hoop mensen tegelijk ontvangen. Het is ook zo dat wij proberen de zorg rondom en dan met name dus de borstkanker hier te bundelen op deze poli. Dus dat betekent dat ook bijvoorbeeld de internist-oncoloog naast ons als chirurg-oncoloog hier poli komt doen. We hebben hier verpleegkundig specialisten die voor onze patiënten zorgen. En ook mama care verpleegkundigen die de zorg rondom de patiënt op zich nemen. Dus we zitten altijd wel redelijk. Wij verwachten zo'n 1000 tot 1200 nieuwe patiënten per jaar. En daarnaast hebben wij ook nog onze controlepatiënten die jaarlijks terugkeren nadat ze geopereerd zijn. Dus dat zijn een hele hoop mensen. Een bezoekje brengen aan de afdeling Mama Care doe je over het algemeen niet voor de lol. Juist hierom zorgt het ziekenhuis ervoor dat je zo snel mogelijk wordt geholpen en weet waar je aan toe bent. Mensen worden verwezen door de huisarts. Wij zien ze dan binnen 1 of 2 dagen hier op de polykliniek. Als ze hier komen voor die afspraak, dan is er ook meteen een foto van de borst, oftewel een mammografie en een echografie voor ze geregeld. Hier tegenover bij de radiologie. Een dag of 2 later hebben wij dan de uitslag van die foto en die echo en de eventuele prik die gedaan wordt om te kijken of er sprake is van borstkanker. We proberen dus echt binnen een week een volledig plan te maken voor iedereen die hier op de poli komt. In de polykliniek gaat gebruik gemaakt worden van een nieuwe onderzoeksmethode. Deze is al getest en staat klaar voor na de zomer.
Het is de bedoeling dat wij na de zomervakantie gaan starten met een nieuwe manier om borstkanker die in de borst zit, maar die niet te voelen is, aan te wijzen. Wij hebben daar hulp voor nodig omdat wij dat tijdens de operatie niet kunnen zien. We deden dat tot voorheen met een ijzerdraadje die dat geplaatst werd. Maar dat is natuurlijk niet heel erg patiëntvriendelijk. Dus wij hopen dat ijzerdraadje te gaan vervangen door een magneetzaadje dat geplaatst kan worden in de borst en ons de weg wijst naar de plek die we weg moeten gaan halen. Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om de opening groots te vieren. Toch laat het ziekenhuis deze bijzondere gebeurtenis niet zomaar aan zich voorbij gaan. Nee, dat zit er helaas nu niet in met de maatregelen. Maar wij zijn wel van plan om in oktober, de borstkankermaand, dat heel dik over te doen. Samen met onze patiënten, maar ook de huisartsen uit de omgeving, andere specialisten hier binnen dit ziekenhuis. En daar horen jullie terzijde tijd nog meer over.